Welkom in deze eerste uitzending van Bieden Alois. Dat is een driedelige aflevering. Willen we eens gaan laten kijken wat er allemaal gebeurt achter de schermen bij lokale Omroep Stijn. Er zijn leuke dingen in, maar in deze eerste uitzending wil ik gewoon eens de studio gaan laten kijken. En ik hoop dat je er met mij mee naar binnen gaat. In deze eerste uitzending ga ik zo meteen een rondleiding geven door de studio. In de tweede uitzending dank ik van alle ondersteunende diensten bij de Alois. En in de derde uitzending dan nodig ik zien wie radio, televisie en kabelkrant gemaakt wordt. De eerste ruimte waar we in kijken, dat is in de vergaderkamer. De volgende ruimte die je graag wil laten kijken, dat is de redactieruimte. En de redactieruimte die wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt door Lief van de Kabelkrant. Je moet je voorstellen, dagelijks dan komt een van onze vrijwilligers om die kabelkrant helemaal bij te houden en ook te verwezen voor u. Als ik weer met u door onze studio loop, dan komen we uit op het Mediaplein. En het Mediaplein dat is een grote ruimte waar verschillende ruimtes omheen gevestigd zijn. Aan de rechtse kant van mij ligt de editruimte. En daar werden alle televisiebeelden voor u geplakt en geknipt en gemonteerd. Aan de linkse kant van mij, daar liggen twee radiostudio's. We hebben twee verschillende. Eén waar de techniek en de presentatie bij inzet en één waar het in een afzonderlijke ruimte is. En hier op dat Mediaplein, daar hebben we ook nog wat bezoeners. We hebben namelijk een groene wijnt en dat groene wijnt, daar kunnen we mee toveren. Wie dat geeft, dat laat voor zich zijn in een andere uitzending. Wilt je deze uitzending nu nog eens een keer terugkijken, dan kent dat uiteraard op www.omroepstijn.nl. Daar kent je ook heel erg veel informatie over ons vinden. En we zouden het heel leuk vinden als je door ons op zou kijken. Wilt je geen vrijwilliger bij ons werken, dan zit je meer als welkom. Je kunt ons gewoon binnenlopen, we zullen je hartelijk ontvangen en we hebben heel veel handjes heel nodig. Volgende week dan zijn we er weer met Bieden Alois. En we hopen natuurlijk ook dat je dan kijkt, want we laten u nog meer beelden zien van het reilen en zeilen Bieden Alois.